Dag Rietje vrienden. Ja, daar zijn we alweer. De tweede keer na de break. Jezus, ik moet me er weer toe zetten. Ik moet me er gewoon weer toe zetten. Want vanmorgen ben ik wakker, dacht ik, woensdag. Dan gaan mijn zoons voetballen. Woensdag is mijn dochter laat uit. Wat is er woensdag nou toch nog meer? Pop, belletje. Reviews Jan, ik ben weer begonnen met reviews. Helemaal vergeten. Helemaal terug, moeten we het helemaal terug naar af. Dat ik gewoon wakker word en denk, review tijd. Nou ja. Wat niet anders is geworden, is het volgende. Wat zit er onder het doosje? Zeg maar. Ja. Inderdaad. Wat heeft daar een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik ben enthousiast. Nog steeds. Ik kom denk ik op die vakantie. Dat ik vrolijk ben en enthousiast. Ik voel me ook wel een beetje zo. Dus het is oprecht. Oprecht. Hele kleine flesjes met iets. Oh. Dit zijn van die vitamineshotjes. Dit is dan van Albert Heijn. Zo, dat is allemaal van Albert Heijn. Maar je hebt bij elke supermarkt de vitamineshotjes. En ook van verschillende merken vitamineshotjes. Gezond is hip en in, hè. Dus dan drinken we massaal dit soort, ik wil zeggen troep, maar dat is een beetje onaardig. Maar ja, ik ben natuurlijk een jongen die niet 115 gaat worden. Want mij maak je blij met een glas bier en een gehaktbal. Niet met een flesje met groene drap 's morgens vroeg. Wat eet ik dan 's morgens vroeg? Nou, ik vind kwark met fruit en havermout wel lekker. Of ik vind een gebakken eitje ook wel lekker op een broodje. Maar ik word niet wakker dat ik denk, goh, had ik maar even een heel stukje scherp gember achter in mijn keel branden nu. Want dat is wel eens wat ik krijg. Mijn vriendin is een vrouw die om haar gezondheid denkt op bepaalde punten. En die gelooft heel erg in de helende werking van gezonde sapjes. Die heeft sapjes in de koelkast staan met kleuren waarvan ik niet wist dat die kleur bestond. Ik zou je vertellen, die heeft sapjes in de koelkast staan met smaken waarvan ik ook niet wist dat het bestond. Ik weet nog best wel iets van smaken zou je zeggen. Ze geeft af en toe wel eens zo'n shotje. Ze zegt, Jan, je ziet er een beetje grauw uit. Hier heb je een shotje, dat is goed voor je. En dat zo een beetje, dat slik je dan door. En je hebt het gevoel alsof je zoutzuur naar binnen koekelt. Gember brandt je hele slok daaraan weg. Kurkuma. En ik had een keer een kurkuma shot. Ik had het gevoel dat ik godverdikke vergiftigd werd. En ginseng. Nou ja, en de volgende stap bij die meiden is nadat je al die troep hebt moeten drinken en proberen voor een godsvermogen uit moeilijke winkels, een sapcentrifuge. Dus oom Jan die kon een sapcentrifuge kopen. En er werd dan die bagger zelf gemaakt. En de verschrikkelijke puinhoop in de keuken. En dan stond er zo'n fles. En die was na een paar dagen aan het gisten natuurlijk. Want ja, wie zuipt nou 1,5 liter spinazie gembersap op? Ja, niemand. Nou ja, goed. Enfin, wat hebben we hier? Spicy pumpkin. Verse gele wortel. Pompoen, ampel. Sinaasappel en gember. Overal zit die gember in. Alles is gember. Dat is opeens heel gezond. Iedereen denkt opeens dat het heel gezond is. 88 gram groente zit erin. Dat is lekker. Dan hebben we hier Pretty Purple. Verse rode biet. Appel, avocado, venkel en banaan. 93 gram groente. Ik moet eerlijk zeggen, bij het idee dat ik hiermee moet ontbijten, moet ik bijna overgeven. Waar die dat het een beetje zinloos is, omdat ik nog niks heb gegeten. Dus dan zie je mij alleen maar. Nou, groente zal voor spinazie zitten. Green goodness. Verse spinazie, appel, avocado, banaan en citroen. Crazy carrot. De gekke wortel is ook aanwezig. Verse wortel, pompoen, zoete aardappel, mango, sinaasappel en limoen. 110 gram groente. Als je dit allemaal opzuigt, dan heb je nog nooit zoveel groente in mijn leven gedronken. Gegeten ook, trouwens. Maar ja. En, ja, daar is your yellow ginger.
gember, kurkuma, sinaasappel, citroen en rode peper. Is er één van deze vijf waar ik per direct en ook nu gelijk trek in heb? Het antwoord is nee. Nou, daar gaan we dan de gezondheidsshotjes. Is er een volgorde? Nou, die kurkuma, gember, die bewaar ik een beetje voor het laatst. Want die gaat nu pijn doen. Spicy pumpkin ook, die gaat me ook pijn doen. Een rode biet, een avocado, een venkel. Ik moet al overgeven bij het idee. Nou, ik heb geen zin om te beginnen met spinazie. Dus ik begin maar met de Crazy Carrot. Ik zuip trouwens die flesjes niet helemaal leeg. Maar dat je dan, stel nou dat je denkt van, nou, ik ga toch in de command zetten. Zonder dat je niet helemaal leeg drinkt. Als ik, hoeveel milliliter is dit? 125 milliliter keer 5. Ik ga niet bijna een liter dit soort sapjes opdrinken. Want dat is gewoon heel ongezond, denk ik dan. Nou ja, Crazy Carrot, de gekke wortel. Eens even kijken. Ja, mijn geurorgaan is nog steeds volledig naar de galmiezen door de corona. Wat ruik ik hier? Ja, een soort zoete drap. Ik kan het niet zeggen van ja, dat is wortel zo. Nou. Verse wortel, pompoen, zoete aardappel, mango, sinaasappel, limoen. Het is zo zoet als de pest. Is het vies? Nee. Nee, het is helemaal niet vies. Het is ook niet echt heel lekker, als ik heel eerlijk ben. Ja, oh, er zit van alles heel weinig in. Er zit 50% wortel in de korst gemoer. Er zit bijvoorbeeld 4% sinaasappel en 5% mango in. Om een beetje op te spijzen, denk ik. Crazy Carrot van de Albert Heijn. De shot. Prima te doen. Nou, nu gaan we over naar de gif. Groen. Wat was dat? Spinazie, appel, avocado, banaan en citroen. Ja. Dat is natuurlijk een rare combinatie, want er zitten heel veel zoete dingen in en een aantal dingen die... Oh, deze is heel dik. Kijk, het is heel dik. Gadverdamme, wat is deze dik. Oh, dat komt natuurlijk van het vet van de banaan en een venkel. Moet je zien, wat is deze dik. Dat is geen sappie meer, hè. Dat is bijna vast voedsel. Nou, raad die. Het is een beetje alsof je bedorven yoghurt. Heel erg dik. Wat proef ik? Onbestemde smaak. Want ja, het smaakt eigenlijk naar niks wat hierin zit. Avocado is banaan, citroen. En draad is het even nog een scherp tintje ook. Terwijl er helemaal niks in zit wat scherp is. Ik weet niet, maar dit is wel een hele vieze, dikke bagger, zeg, in je keeltje. Ja. Nou, gelijk maar wegspoelen met biet. En venkel, en avocado, banaan, appel, daar hele meuk. Nou. Ja. Deze ruikt naar biet. En wat is er met biet? Nou, niks. Behalve dat biet, nou, dat ik het lekker vind, een enorme specifieke grondsmaak heeft. Biet. Wie kent dat niet? Ah, sorry. Deze is ook heel dik. Ja, ik vind het dikke van een sap vind ik niet zo lekker. Maar ik ruik 1000% biet. En die andere troep wat erin zit, ruik ik niet. Waar deze een sap was, deze een soort hele dikke yoghurt, zitten hier nog brokjes in. Er zitten heel veel brokjes in. En als je het niet verwacht, heb je het gevoel dat de kat in je mond overgeeft. Maar, hoe smaakt die? Nou, niet vies. Ik hou wel van biet. De substantie is verschrikkelijk. De smaak is lekker. Ja, het is biet aangevuld met die andere smaken. Banaan en appel maken het een beetje zoeter. De rest proef je overigens niet naast de biet. Spicy pumpkin. Pittig pompoentje. Spicy pumpkin, dat lijkt wel een naam van een vrouw in een natuurfilm. Hello, I'm spicy pumpkin. Nou, meid, daar weten we wel raad mee. gele wortel, pompoen, appel, sinaasappel, gember.
Oh, die is inderdaad wel spicy. Die is hartstikke pittig, maar dat komt door die ginger, door die gember. Oh, deze is helemaal niet lekker. Spicy pumpkin. Wortel is zoet. Pompoen is zoet. Sinaasappel is zoet. Appel is zoet. En het smaakt, godverdomme. De gootsteen ontstoppen. Het brandt. En voor de rest is het vies. Dan gewoon die yellow ginger erachteraan. Dan brand je hele bek van weer gember, kurkuma en rode peper. Nou, ik had nu al met mijn hoofd onder de kraan. Maar we moeten toch godverdikke alle vijf nemen. Het ruikt gewoon een brand. Het ruikt een brand. Brand. Nou, daar komt ie. Oh. 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 Ah. En fles accuzuur. Is de smaak voorbij? Oh. Het zou wel gezond zijn. Maar ik ga liever te vroeg in de kist. En heel veel van dit soort flesjes gemist. Ja, dat valt tegen. Dat was niet zo leuk. Maar goed, in ieder geval. Tijd voor de cijfertjes. Ja. De Jello Ginger is verschrikkelijk. Het is heel vies. Het zal wel heel gezond zijn, maar het is echt heel vies. Het doet pijn. De smaaksensatie is goor. De substantie is verschrikkelijk. Die krijg je van mij een 2. Dan heb je hier de spicy pumpkin. Nou, die is inderdaad wel spicy. Want er zit natuurlijk ook gember in. En die brandt jelle kaners weg. Alle andere zoete dingen die erin zitten, ja, dat maakt niet zoveel uit. Grote steen ontstopper. Verschrikkelijk. Die krijgt een 3. Sinaasappel. Met appel, avocado, banaan en citroen. Het is sinaasappel, wat zeg ik, spinazie. Die is heel, heel dik. Hele dikke drap. Het is een beetje alsof je, ja, of je een soort moddervloed zo in je keel loopt. Niet heel lekker. Qua substantie. De smaak overigens is niet heel fout. Ik geef mij een 5. De rode biet is goor qua substantie, omdat er brokjes in zitten. En dat verwacht je niet. Maar de biet smaakt goed. En er zit nog wel wat vinkeltje, een avocadotje, appeltje, banaantje, de hele pesto in. Maar de biet smaakt lekker naar biet. Lekker naar de grondse biet. Die krijgen we allemaal in een sessie. Ja, en een 7 dus voor de Crazy Carrot. Want de Crazy Carrot heeft 110 gram groente als je in een binnenbaggert. Nou, en is niet vies. Ja. Is niet vies. De smaak is niet vies. En dat is heel uniek voor deze hoeveelheid hele smerige drankjes. De Crazy Carrot, dat is prima. Die krijg gewoon een 7'tje. Die zou ik elke ochtend wel kunnen drinken. Heb ik toch best wel heel veel groente naar de binnen gepaggerd. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Nou, dan begint het al. Ik ben waarschijnlijk weer allergisch voor een of ander goedje wat erin zit. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Dag.